Nou jongens, welkom bij de vakantiecaractie namens Woonvlag en Autoweek. Want we gaan namelijk drie auto's weggeven. Namelijk de Pajero Pinin van Mitsubishi. En die is van Floortje Dessing geweest. De Alfa Spider en de Audi A2. We gaan even de kandidaten de sleutels overhandigen. Ga mee. Ongelooflijk. Drie auto's gewoon weggeven. Vakantiecaractie. Iedereen heeft 500 woorden in moeten zenden om de ideale vakantie met de auto te maken. En ja, de drie winnaars hebben het goede verhaal geschreven. Nou, waar kan je dat beter doen dan op de vakantieplek in Alphen aan de Rijn bij Wet n Wild. Even door het strand, jongens. Hoppa! Zomer in Nederland. Nou, we hebben een grijze hemel, we hebben een waterig zonnetje. Tijd voor vakantie dus. Het kan je niet aan ontgaan dat we ook dit jaar weer de vakantiekarrenactie houden in samenwerking met BOVAG. En we hebben drie winnaars. En hier zijn ze. We gaan eens even kijken waar ze heen gaan. Nou, de Audi A2 die gaat naar Niels Lubbingen. Nou is iets vreemds aan de hand, want jij bent niet Niels Lubbingen. Nee, dat klopt. Ik ben Arend de Vries. Een goede collega van Niels. Maar ook zijn reisgenoot, toch? Ook zijn reisgenoot, ja, absoluut. Ja. En waar gaan jullie naartoe? We gaan een rondje Groot-Brittannië doen. We staan in Newcastle, met de boot naar Newcastle. En dan Schotland, Noord-Ierland, Isle of Man, Ierland. En dan Zuid-Engeland en Wales. En dan weer terug. Dus je gaat een stukje links rijden. En hoe lang duurt de reis? Ja, dat is, weten we niet precies, maar dat zal toch minimaal 2 weken zijn inderdaad. Ja, en dat links rijden, ja, dat wordt nog een uitdaging denk ik. Ja. En je zit nou een paar minuten in je Audi, denk je dat je het uithoudt? Ja, absoluut. Ja, nee, het is een geweldige auto. Het ziet er helemaal goed uit. Ja, dit gaat zeker lukken. Absoluut, ja. Nou, een goede reis alvast. Ja, dankjewel. En bedankt. De winnaar van de Mitsubishi Pajero Pinin. Wie ben je en waar ga je heen? Ik ben Walter Belgers en ik ga deze auto meenemen naar Albanië. Dat is een heel stukje rijden. Dat klinkt gewaagd. Daar heb je natuurlijk wel een terreinauto voor nodig. Ja, ik zag hem staan in de autoweg. Ik denk dat is de perfecte auto om naar Albanië te rijden. De wegen zijn er heel slecht, dus met een normale auto moet je daar behoorlijk oppassen. Maar dit is een 4x4, die moet het aankunnen. Ja, ik zag dat je de reisgids al bij je had. De Mercedes is daar een beetje het nationale vervoersmiddel, hè? Ja, het land heeft de hoogste Mercedes-dichtheid van alle landen ter wereld. En, maar goed, dit zal een interessante verschijning zijn tussen al de Mercedes. Ben je niet bang dat je uit de toon valt? Nee, ik denk het niet. Het is een auto die prima geschikt is voor dat soort wegen die ze daar hebben. Dus ik denk dat hij het daar prima zal doen. Hey, en voor de vaste lezers van Autoweek, we hebben je al eens eerder gezien hè, in ons blad. Klopt, ik heb er een keer in gestaan met Klokje Rond. Okay, wat voor auto had je toen? Die heb ik nog steeds, dat is een BMW E30 325i om mee te driften. Kijk eens aan. Nou, goede reis ook. Nou, dankjewel. Helaas ook veel aanmeldingen voor de Alfa Spider, want die had ik natuurlijk liever zelf meegenomen. We hebben hier een winnaar, vertel eens. Nou ja, gewoon een leuk verhaaltje getikt over geschiedenis en over dat ik eigenlijk wel een beetje alfa-gek ben. En ja, lekker ermee naar Italië. Ja. Hey, en wie ben je precies? Jaap Koekoek, ik kom uit Breda, met mijn vriendin Ilse. En ja, we gaan in september trouwen, dus we hebben nu meteen een mooie trouwauto. Hey, en Ilse, ik hoorde net al dat jullie aanvankelijk met een geairconditioned Volvo zouden gaan. En nu wordt het een oude Alfa. Je moet maar zien hoe ver je komt. Zie je er erg tegenop? Nee, ik ben inmiddels wel gewend aan de Alfa. Want die hebben we inmiddels al wel een paar keren gehad. En ja, een keertje langs de weg. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Nou, ik wens jullie ook een goede reis. Dankjewel. Hey Tom, wij doen al 2 jaar in goed overleg de vakantiekarren samen. We hebben een beetje aparte auto's uitgezocht. Er zit BOVAG garantie op. Vertel nog eens 1 keer uit hoe dat werkt, die garantie. Nou ja, ik heb sowieso al elk jaar weer heel veel lol in om dat samen met jou te doen. Om die exoten uit te gaan zoeken. Wat je hier dus ziet is dat ook op zulke excentrieke auto's, zulke bijzondere auto's, dat er gewoon 6 maanden BOVAG garantie op wordt gegeven. Ja, Alfa 85, geen enkel probleem. Nee, geen enkel probleem. Als het BOVAG bedrijf overtuigd is van de kwaliteit van die auto en die maakt hem helemaal goed in orde, dan wordt er 6 maanden BOVAG garantie gegeven. Daarbij krijgen de mensen, de winnaars hier, ook nog eens een jaar de BOVAG autoverzekering erbij. En een jaar BOVAG pechhulp voor heel Europa. Dus ze kunnen gewoon nu zorgeloos op pad. Ja. Dus als ze straks ergens in Wales staan met een kokende motor, dan kom jij eraan om ze te redden? Of jij. Hey, Tom, wat zullen we volgend jaar doen? Ik zie wel eens een keer wat in een 7-serie of zo. Nou ja, ik denk dat we naar iets oudere bouwjaren moeten gaan kijken dan. En als iemand zo gek is om zich daarvoor in te schrijven, waarom niet? Onderhoud betaalt het natuurlijk uiteindelijk zelf. Ja, daar hebben wij niks meer mee te maken inderdaad. Doen we gewoon. We doen het.
Walter, we hebben voor deze Pajero Pini natuurlijk ook weer heel veel inzendingen gehad. Maar niemand anders ging naar Albanië. Kun je mij eens uitleggen wat bezielt je? Ja, het land heeft me altijd al geïntrigeerd. Albanië is een bijzonder onbekend land. Niemand wist er vroeger iets over. Tegenwoordig is het een klein beetje open. Dus ik dacht, ik wil wel eens zien wat daar te beleven valt. En wat verwacht je? Nou, ik verwacht dat het nog behoorlijk ongerept is, dat het niet toeristisch is, dat het grasvrije mensen zullen zijn. Alleen ik verwacht dat de wegen wel heel erg slecht zullen zijn. En daar heb je deze auto bij nodig natuurlijk. Maar het gros van de kilometers die je rijdt gaat natuurlijk over het asfalt. En daar is deze auto nou niet zo goed in. Nee, nou ja, dan moet ik dan maar voor lief nemen. Maar ja, wat moet ik anders doen? Ik kan het moeilijk in het vliegtuig stoppen daar naartoe. Dus de reis er naartoe, dat gaan we ook met deze auto doen. Maar we komen nog een hele hoop andere leuke landen tegen onderweg. Daar in de buurt heb je van alles te zien en te beleven. Dus tot aan de Alpen is het misschien wat saaier, maar daarna is het denk ik heel erg leuk in deze auto. Hey, en kun je een beetje 4x vieren? Nou, ik heb het ooit eens één keer gedaan, dus ik heb een beetje ervaring, niet echt heel veel. Maar gelukkig kun je hem ook in alleen achterwielaandrijving zetten en dan kun je ook een hoop lol mee hebben. Achterwielaandrijving, daar heb je weer wel ervaring mee. Ja, ik vind het leuk om te driften, daar heb ik speciaal een driftauto voor, dus dat zit wel zo. Oké, dankjewel. Oh, ja, op de eerste kilometers in je Alfa Spider, heb je wel eens eerder een auto gewonnen? Nee, auto gewonnen of nog nooit? Nee. Hey, we hebben Ilse even achtergelaten bij Tim Coronel. Die is wel te vertrouwen hoor. Ik heb even de plek ingenomen. Je gaat naar Italië op vakantie. Hè? En als je nou terug bent, wat ga je dan met die auto doen? Als eerste dan gaan we hem even lekker bewaren achter in de schuur totdat we gaan trouwen. En dan lekker als trouwauto gebruiken en in de weekendjes lekker toeren. En misschien wat clubritjes rijden. En je bent een man met een echt Alfa hart, toch? Jazeker, ja. Ik heb ondertussen 456 rust gehad. En van 2 liter Twin Sparks tot de echte Busso V6. Okay. En zo'n Northblock, ook een echte Alfa blok. Ja, want we kregen al commentaar van zo'n Alfa als vakantiecar, dat is toch gewoon een liefhebbersauto. Maar er is dus echt een liefhebber bij gekomen als eigenaar. Zeker weten. Hey, Arend, je hebt vandaag een ondankbare taak. Je neemt de prijs van je collega in ontvangst. Wat gaat er door je heen? Toch wel een klein beetje jaloezie eigenlijk. Ja, maar het is gewoon hartstikke leuk. Leuke ervaring. En, we gaan er samen mee op vakantie, dus ik heb mijn voordeel er ook al van. Ja. Nou ja, Niels is gisteren bij ons op de redactie geweest. Hij had een vergadering vandaag. Toen heeft hij een slagroomtaart gebracht. Dus hij is verexcuseerd hoor. Ja, inderdaad. Nee, hij vond het heel erg jammer dat hij er niet bij aanwezig kon zijn. Dus voor mij ondankbare taak om het even over te nemen. Ja. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Hey, jullie gaan naar Groot-Brittannië, echt een hele grote rondreis. Is dat iets wat je altijd al wilde? Ja, toch eigenlijk wel. Hè. Het is wel een land dat me heel erg trekt. Vooral Schotland natuurlijk, voor de natuur. Noord-Ierland en Ierland natuurlijk ook voor de geschiedenis. En ook de whisky en de Ierse biertjes gaan er natuurlijk wel in natuurlijk. Dus, Ja, zoals ik in het aankondigingsfilmpje al zei, deze auto heeft een dubbele bodem in de bagageruimte, ja. Dus maak er gebruik van. Dat gaan we zeker doen, ja, absoluut.